Beste luisteraars, hier zijn we weer met een uitzending van de Joint Politics. En dit is weer in verband met de aankomende verkiezingen. Jullie weten misschien nog niet op wie je echt moet gaan stemmen. Nou, wij hebben hier twee klassemensen weer vanavond, die ook al eerder onze gasten waren. Mensen die heel erg goed weten waar zij het over hebben. En misschien is dat een goede tip om even in gedachten te houden als jullie straks in dat hokje staan met dat rood potlood. Vooral dat rode potlood, hè, daar moet je even om denken. Ik ga ze even voorstellen. Ik begin heel ouderwets bij de dame. Wil je jezelf even voorstellen? Jazeker. Ik ben Edem Kossioglu. Ik ben geboren en getogen Zaankanter. Ik loop al een tijdje mee in de lokale politiek hier in Zaanstad. Ik ben fractievoorzitter van de Partij van de Arbeid. En sinds kort ook kandidaat Kamerlid voor de GroenLinks-PvdA-combinatie. Naast het feit dat ik fractievoorzitter ben, ben ik in het dagelijks leven ook werkzaam bij het ministerie van Financiën als Rijksambtenaar. Dank je wel en bedankt dat je de tijd hebt genomen om hier vanavond te zijn en de vraag te beantwoorden van mensen uit het volk. Kijk, dat is weer eens wat anders. En dan de heer. Wil jij je ook even voorstellen? Zeker, mijn naam is Lammert van Raan. Ik ben Kamerlid sinds 6 jaar voor de Partij voor de Dieren. En ik hou me onder andere bezig met financiën. Waaronder ook inderdaad de toeslagen. En daarnaast zit ik in de parlementaire enquêtecommissie die de sociale zekerheid over de afgelopen 30 jaar in Nederland onderzoekt. En mijn andere dossiers, althans waar ik me bezig hou, ik ben bezig met een klimaatwet, een aangescherpte klimaatwet. En een wet die ecocide, dat is het vernietigen van de natuur, eigenlijk moord op de natuur, strafbaar gaat stellen in Nederland. Dus dat zijn mijn voornaamste activiteiten. Heftige dossiers, mooie dossiers, veranderen, dossiers die de zaak gaan veranderen, die de transitie gaan helpen. Mooi. Nou, dan denk ik dat we maar moeten gaan beginnen. Ik heb dus een aantal vragen. En dat zijn van luisteraars. We beginnen met de eerste vraag. Kan jij die even doen? Ja. Yes. Nou ja, de eerste vraag is van iemand die anoniem wil blijven. Maar de vraag is van, als je kijkt naar de vertrouwen die gedaald is in de politiek. En als je daar hoofdzakelijk kijkt naar jongeren. Wat ik zelf ook op social media heb gezien. Dat sommige mensen hun stempas gaan verbranden. Allemaal tot dat extreme punten. Hoe gaan jullie daarmee om? Wat is jullie visie daarop? En hoe zouden jullie daar verandering in kunnen brengen? Lammert, ik begin met jou. Ja, laat ik beginnen met zeggen dat ik het heel goed begrijp dat jongeren het vertrouwen in de politiek verliezen. Het geldt niet alleen voor jongeren. Als je ziet hoe wij soms bezig zijn met de navelstaren. Maar hoe in ieder geval de Partij voor de Dieren daarmee omgaat, is juist ook de thema's die jongeren aangaat, zo goed mogelijk bespreekbaar brengen en ook echt in gesprek gaan met jongeren. Ik noemde net de klimaatwet en de ecocidewet. En die maken we echt deels ook met jongeren. Dus we gaan met jongeren in gesprek. Want per slotverrekening gaan wetten ook over hun toekomst. En dat hebben jongeren waarmee wij spreken echt heel goed door. Die snappen heel goed dat willen ze niet, laten we zeggen, een willoze burger zijn die wetgeving overkomt en waar de overheid ver weg van staat, is de enige manier om dat heel goed aan te pakken, is zelf in gesprek te gaan met de politiek. En wij doen dat heel graag. En wij doen dat heel veel. Niet alleen dankzij met onze jongere politieke vereniging. De PINK heet die vereniging. Maar überhaupt de jongere klimaatbeweging bijvoorbeeld, om daarmee in gesprek te gaan. Maar dat is de manier waarop wij het aanpakken. En je ziet ook dat die boodschap aanslaat bij veel jongeren die zich terecht heel veel zorgen maken over de toekomst, over hun bestaanszekerheid, over de klimaatcrisis. In de Kamer heb ik het begrip klimaatrouw
eigenlijk meegenomen vanuit de gesprekken met jongeren. En dan zie je dat dat enorm leeft. Dus zo proberen wij dat vertrouwen vorm te geven en door in gesprek te gaan. Oké, ik wil nog even zeggen, jij ook van harte welkom en bedankt ondanks de drukke baan dat je hier toch bij ons aanwezig bent. Geen enkel probleem, dit is de baan, dus ik doe dat met heel veel plezier. Oké. Ellen, heb jij hier nog wat over te zeggen? Ja, zeker. Kijk, dat het vertrouwen in de politiek en het bestuur lager is dan ooit, dat komt ook uit allerlei onderzoeken naar boven. Onlangs heeft volgens mij het CBS ook al in een rapport dat aangegeven. Maar daarvoor is niet echt één oorzaak aan te wijzen. Kijk, tegen die achtergrond, er spelen gewoon hele grote problemen die momenteel in dit in Nederland. Kijk, klimaat werd zojuist ook al genoemd, hè. Ik denk dat we bovenop een klimaatcrisis hebben we dus ook echt te maken met een vertrouwenscrisis in een overheid. Vaak wordt ook gesproken over een groep Nederlanders die afgehaakt zijn, of afgehaakt Nederland wordt het ook wel genoemd. Maar Tim Sjongers zei dat heel mooi. Ja, eigenlijk is de overheid afgehaakt in plaats van andersom, dat de burgers afgehaakt zijn. Kijk, en dat het vertrouwen vooral een deuk heeft gekregen, dat komt onder andere door hoe is omgegaan met Groningen, afhandeling, toeslagenaffaire. Een minister-president die elke keer van alles belooft en het vervolgens vergeet. En wat wij als GroenLinks Partij van de Arbeid ontzettend belangrijk vinden, is dat we echt aan inhoudelijke oplossingen gaan werken voor de problemen waar jongeren dagelijks tegenaan lopen. En zoals ik al zei, dat is niet één thema of één onderwerp. Denk aan wonen. We hebben een wooncrisis. Het kabinet had allerlei beloftes gedaan. En we zouden meer gaan bouwen en de woningcrisis aanpakken. Nou, dat is niet gebeurd. Jongeren die met studieschulden zitten bijvoorbeeld. Het is tegenwoordig voor jongeren ontzettend moeilijk als je ook vooral na je studie probeert een baan te krijgen, daarnaast een leven op te bouwen, een woning te kopen. En als je dat niet kan, voor een normale prijs te gaan huren. En we hebben ook al wat concrete voorstellen gedaan, ook in ons verkiezingsprogramma, dat bijvoorbeeld voor de sociale huur, dat die inkomensgrens iets opgerekt moet gaan worden. Bijvoorbeeld jongeren die onder de 27 had Carola Schoten al aangegeven dat als ze in de bijstand zitten, dat we dan die kostendelersnorm gaan afschaffen. Maar daarvan zeggen wij, daar hoef je die leeftijdsgrens helemaal niet bij te hanteren. En ik denk dat het heel erg belangrijk is om naar die jongeren en die burgers te luisteren, maar ook actief mee te laten denken en mee te beslissen. En als je regels of allerlei beleidsvoorstellen hebt of wetsvoorstellen, dat je dat van tevoren ook even goed laat toetsen of het überhaupt werkbaar is en of het ook in de praktijk ook daadwerkelijk goed uitpakt voor jongeren. Dus ik snap de desinteresse van de jongeren in de huidige context. Alleen het is niet één knop waar je aan kan draaien. Je moet aan verschillende knoppen draaien. En bestaanszekerheid, daarvan zeg ik altijd, dat is wonen, werken en een inkomen. Dat moet gewoon op orde zijn. En iedereen moet die fatsoenlijk bestaan ook kunnen opbouwen in Nederland. En zeker ook de jongeren. Die moeten ook dat perspectief hebben en krijgen, maar vooral ook het vertrouwen krijgen van de overheid, dat de overheid er ook voor hen is en naast hen staat. Dus ik denk dat wij echt een hele grote opgave hebben de komende periode. Ja. Lambert, jij wilde nog wat zeggen. Ja, ik wil me daar heel graag bij aansluiten. Zeker die drie zaken als wonen, werken en zeg maar die toekomst. Ik wil nog even aanvullen. Het is ook niet voor niks dat wij de kiesgerechtigde leeftijd naar 16 jaar willen brengen. Om jongeren echt ook een stem te geven. En ik moest, als het over jongeren gaat, moet ik altijd denken aan een uitspraak die heel veel indruk op mij gemaakt heeft. En die ook een
opdracht is voor ons als politieke partijen. En de bekende uitspraak is natuurlijk: wie de jeugd heeft, heeft de toekomst. Ik raakte erg geïnspireerd door de verbouwing van die uitspraak. En volgens mij was het Wieboud in de jaren 30 al die zei: nee, wie de toekomst heeft, die heeft de jongeren. En het is onze verantwoordelijkheid. En zeker vanuit die verkiezingen misschien wel belangrijker zijn dan ooit, als politieke partijen, om die toekomst, dat toekomstbeeld te schetsen en de vorm te geven. Ja, even heel kort een antwoord. Denken jullie ook niet dat dit wereldwijd is? Dat overal in de wereld dit wel aan de hand is op het moment? In een heleboel landen. Ja, kort antwoord voor mij is ja. Ja, ook voor mij een kort antwoord, okay. Ja. Goed, dan gaan we over naar de volgende vraag. Ja, ik moet af en toe met politie even heel korte antwoorden vragen. Liefhebber van Pink Floyd, daar komt ie. Ik begin nu bij ELEM. Sluiten jullie partijen uit? En wat is jullie gedroomde coalitie? Of partijen uitsluiten. Nou, volgens mij hebben we al eerder uitspraken gedaan. Dat wij niet bereid zijn om met partijen in zee te gaan. Die eigenlijk onze democratie en onze grondwet en grondrechten ondermijnen. Volgens mij is dat wel gewoon bekend van zowel GroenLinks als Partij van de Arbeid. Ja, en kijk, in de gedroomde coalitie, dat is altijd heel moeilijk om dat van tevoren te bepalen. Want uiteindelijk is het natuurlijk aan de kiezer. De kiezer bepaalt vaak wel wat de gedroomde coalitie is. En ik denk dat we 23 november op basis van de uitkomsten van 22 november moeten gaan kijken van welke partijen hebben nou het mandaat gekregen. Maar nu leg je het weer bij de kiezer. Maar wat is nou jouw gedroomde coalitie? Jij krijgt de vrije hand. Als ik de vrije hand krijg, ik wil natuurlijk zo'n links mogelijke coalitie. Daar is geen twijfel over mogelijk. Links en breed. Links en breed, zeker. Aangevuld met hier en daar een loslopende ChristenUnie. Ik vind de ChristenUnie op zich ook wel een hele sympathieke en een leuke partij waar we echt op sociaal-economische onderwerpen elkaar ook wel kunnen vinden. Ja. Zeker. Ja. Lambert, ga je gang. Ja, dankjewel. Nou, hetzelfde geldt ook voor de Partij voor Dieren, waar het gaat om partijen die gewoon de rechtsstaat niet respecteren. Dan wel die inderdaad die rechtsbeginselen aantasten. Alhoewel, als ik de autoriteit persoonsgegevens afgelopen donderdag hoorde, en moet je daar tegenwoordig misschien ook wel soms die partijen toerekenen die verantwoordelijk zijn voor het toeslagenschandaal. En dan kom je toch bij onverwachte partijen uit. De gedroomde coalitie voor de Partij voor Dieren is een niet zozeer een links- of rechts tegenstelling. Wij vinden dat een beetje een verouderde, achterhaalde indeling die heel nuttig geweest is begin van vorige eeuw tot en met, laten we zeggen, begin deze eeuw. Maar die nu eigenlijk niet meer zo vruchtbaar is. Dus wij kijken liever naar een ecocentrale coalitie die diep groen is. We hebben zelf de indruk dat het echt gaat over de komende verkiezingen tussen partijen die de korte termijn belangen boven korte termijn tellen boven de langere termijn. En dat wordt het nieuwe slagveld. En daar gaan wij, gedroomde coalities dan, die partijen die ecocentraal denken. En waar wij in ieder geval een diepgroen anker vormen. Ik weet niet of dit te abstract is, maar zo zitten wij in de wedstrijd. Ik denk dat het wel duidelijk is. En ik denk ook dat men wel doorheeft dat men niet moet stemmen op mensen die heel snel korte termijn geheugen vergeten hebben. Of lange termijn geheugen ook vergeten. Dan gaan we over naar de volgende, die is van Abbuis. Zien beide politici ook in dat de samenwerking aangaan noodzakelijker is om beide politieke en maatschappelijke plannen in overeenstemming te kunnen verwezenlijken? Eigenlijk zit in de vorige vraag al een beetje het antwoord van deze vraag. Maar goed, heel kort, Ellen. Ja, kijk, wat het politieke landschap in Nederland is ontzettend versplinterd en ook verdeeld. En wat je ziet, dat je in een rap tempo allerlei partijen krijgt die eigenlijk heel kort aanwezig zijn en dan vervolgens
om allerlei redenen niet meer verder kunnen door intern gedoe. Kijk, Partij voor de Dieren is een uitzondering, omdat dat wel een partij is die al heel lang al actief is en groeit, maar wel serieus groeit, zeg maar. Dus het is niet dat je in één keer van één zetel naar de 30 gaat. Dus daar in die zin is de Partij voor de Dieren een uitzondering. Ik denk dat in deze tijd juist ontzettend goed is dat GroenLinks en de Partij van de Arbeid de krachten hebben gebundeld, eigenlijk over hun eigen schaduw heen zijn gestapt en het landsbelang voorop hebben gesteld. Kijk, voorheen was het, werd het als een soort tegenstelling gecreëerd. Hè? Dus aan de ene kant heb je klimaatambities en aan de andere kant heb je bestaanszekerheid. Terwijl dat is helemaal geen tegenstelling. Want als je, je moet ervoor zorgen dat je die bestaanszekerheid op orde hebt. Dat is een voorwaarde om uiteindelijk die klimaatdoelen ook serieus te kunnen te realiseren. Dus het is, dat hoeft helemaal niet tegenstelde belangen te zijn. Dus ik ben er trots op dat de partijen deze stap hebben gezet. Ik ben ook heel blij, ik vind het ook eervol om hier een onderdeel van uit te maken. En ik denk dat het ook voor Nederland ook heel goed is om te laten zien dat in zo'n versplinterde landschap met allemaal verdeeldheid, dat er toch twee partijen zijn die het anders doen. Nou, het korte antwoord is ja. We gaan samenwerken. Om die politiek, ja, ja. En voor de rest sluit ik me heel erg aan. Ook weer wat Elen net zei. Maar ik één kant, niet de kanttekening, maar op één punt kijken we iets anders tegenaan. Tegen die versplintering. Omdat die versplintering eigenlijk misschien wel in die zin meevalt. Wat je ziet is dat dat rechts vooral versplinterd is. Gevoed door, laten we zeggen, die korte termijn belangen waar we het over hadden. En dan zie je allerlei. En wat je ziet, en dat zie je wel vaker aan het eind van politieke systemen of economische systemen die op de laatste benen lopen, dan zie je een soort versplintering en een uitgeput. Hoe zou ik het zeggen? Politieke structuur. En het voorbeeld daarvan is natuurlijk het CDA, wat versplintert. Ja, en dat hoort bij, als een ideologie uitgehold is, geen nieuwe ideeën meer heeft, dan zie je dat allemaal wegloopt naar nieuwe combinaties. Inderdaad. En denken jullie ook niet dat al die versplinteringen op rechts die er nu zijn, dat het eigenlijk ook niet een klein beetje en een uitwas van de democratie is, maar ook wel een klein beetje tegen de democratie werkt? Nou, een uitwas van democratie, dat vind ik een beetje een tegenstelling. Dat een democratie het is uitwas. Ook een tegenstelling. Maar, dan moet je ons beter even uitleggen wat dat betekent. Maar de tweede wat je zegt, je ziet wel een aantal antidemocratische krachten opstaan. Met name dan bij versplinterd rechts. Dat valt niet te ontkennen, nee, dat klopt. Maar wat bedoel je met uitwas van democratie? Nou, dat het kan. Maar in een democratie is dit mogelijk. Zit jij in een communistisch land of in een rechtsfascistisch land, dan is dit niet mogelijk. Maar hier in de democratie is dit mogelijk. Ik bedoel eigenlijk dat de democratie een soort als instrument of middel wordt gebruikt om uiteindelijk datgene te bereiken. Ook, ja, onder andere. Ja. Sorry dat ik niet duidelijk was. Hey, dus het is juist in belang om een hele robuuste democratie te hebben. Die moet hier tegen kunnen. Daarom is het ook geen uitwas, maar een gevolg wat we moeten kunnen absorberen. Oké, sorry, ik onderbrak jij. Ik wou je niet onderbreken, Eden. Oh, nee. Ik wil alleen maar zeggen dat ik het eens ben met Lambert. Ja. Oké, dan gaan we over naar Gert Westerhof. En dan is dat vooral gericht aan Elem. En waarom combi PvdA GroenLinks niet gaan voor herstelkoppeling uitkeringen aan de gemiddelde loonstijgingen? Zo verdwijnt armoede. Ik stel hem even in tweeën, als je hier een kort antwoord op kan geven. Jazeker. Een degelijk inkomen, hè, dat is gewoon een basisvoorwaarde om een fatsoenlijk bestaan op te bouwen.
En voor ons is het belangrijk dat we ervoor zorgen dat iedereen een vrij, waardig en een zeker bestaan kan leiden. En als je kijkt, de vraag is volgens mij, ja, hoe zorg je ervoor dat die loonstijgingen, dat ook de pensioenen erin meegaan? Heb ik dat goed begrepen? Of was ik dat denk dat wel, koppeling, uitkeringen, pensioen, AOW, dat is eigenlijk ook een uitkering. Dus Oké, ja, sorry. Ja. Nou, wij hebben al aangegeven dat we het minimumloon stapsgewijs naar de 16 euro per uur willen. En daarvan hebben we ook gezegd dat het minimumloon ook gaat gelden voor iedereen vanaf 18 jaar. En dat geldt ook voor de uitkeringen als de AOW. Lammert, ik ga er helemaal van. Je wordt er stil van. Nou nee, mijn stem ging er van door, die wilde niet. Hoe laat jij je licht hier zo verschijnen? Wat vind je? Het gaat wel over de PvdA GroenLinks, maar jij hebt daar ook wel een idee over natuurlijk. Ja, want kijk, die koppeling vinden wij wel belangrijk dat dat in stand blijft. Anders krijg je nog grotere verschillen. En die zijn al eigenlijk onaanvaardbaar hoog. En daarbij inderdaad, een van de redenen waarom we al die toeslagen hebben, is omdat je kennelijk met een gewoon werk, een gewoon arbeid, niet meer genoeg kan verdienen. En dat is een hele kwalijke zaak. En de belofte was natuurlijk ook altijd, al in de jaren 30... had Keynes, een beroemde econoom, uitgerekend met de productiviteit, dat je makkelijk toe kan met 30 uren werken om te voldoen in de basisbehoeften. En je ziet dat rond 1960 was dan zo'n beetje zo'n optimum, dat je met een salaris, of midden jaren 60, dat je met, dankzij overigens het voorwerk van, of het werk van onder andere de PvdA, dat je met een baan als leraar, ja, daar kon je gewoon goed van rondkomen. En dat op een of andere manier, daar kunnen we heel lang over praten, maar is dat verloren gegaan? Kun je als leraar bijvoorbeeld niet meer in Amsterdam wonen? Heb je allemaal toeslagen nodig om de zaak in de lucht te houden? Dat is een hele rare situatie. Ja. En veel mensen moeten zeg maar bijna 50, 60 uur per week werken. Ja, en dat is heel bijzonder. Heel bijzonder met al die automatisering en efficiëntie en twee banen moeten hebben. En dat is helemaal verkeerd gelopen. En even aanvullend ook. Hè, met, we hebben natuurlijk een soort systeem gecreëerd met toeslagen en subsidies om ervoor te zorgen dat mensen enigszins kunnen overleven. Want ik noem dat eigenlijk geen leven meer, maar overleven. En het reflecteert ook een systeem waar eigenlijk de laatste jaren die bureaucratische processen natuurlijk belangrijker zijn geworden dan het welzijn van de mensen. Vaak is ook die menselijke waardigheid ook in Nederland verwaarloosd, omdat we in Nederland meer streven naar nog meer controle, efficiëntie, kostenbesparingen. En ik denk dat deze verkiezingen, dat we ook in dat opzicht ook op een kantelpunt zijn gekomen. Namelijk, willen we een samenleving waarin mensen afhankelijk zijn van toeslagen en subsidies om te kunnen overleven? Of willen we een samenleving waarin iedereen de kans krijgt om op eigen kracht een fatsoenlijk bestaan op te bouwen? En nou, ik denk dat het wel heel erg belangrijk is dat mensen dat moeten kunnen doen. En dat die basisbehoeften gewoon op orde moet op orde moet zijn. Ja. En een beetje vreugde in hun leven. Niet iedere keer het eind van de maand afwachten tot ze weer de uitkering of de toeslag krijgen. Ja. Elm, speciaal voor jou, omdat dit natuurlijk ook iets is waarbij de PvdA toen de tijd in het kabinet zit, als ik het goed had. De kostendelernorm voor gepensioneerden. Ja. Kijk. Het is overduidelijk en evident, en dat is de afgelopen jaren ook echt duidelijk geworden, dat die participatiewet veel te hard is, niet goed werkt, ook in de praktijk ook niet goed heeft uitgepakt. Hè. Burgers moeten vaak veel ingewikkelde formulieren invullen, documenten aanleveren. En de menselijke maat is eigenlijk gewoon weggevallen bij de bijstand. Nou is het wel zo dat Carola Schouten, de minister, een aantal versoepelingen in de participatiewet heeft doorgevoerd. Hè? Afschaffing van de kostendelingsnorm voor jongeren onder de 27 bijvoorbeeld. Maar en daarvan zeggen wij,
We willen, en dat doen we nu ook in de Kamer, we pleiten voor een doorlopend een herziening van de participatiewet. De versoepelingen die nu zijn doorgevoerd, dat eigenlijk ondermaats is nog. Dus het kan veel beter. En als we gaan kijken naar de komende periode, willen wij in ieder geval die verplichte tegenprestatie in de bijstand afschaffen. Maar we willen ook die kostendelersnorm volledig afschaffen. Dus niet alleen voor jongeren onder de 27, maar gewoon voor iedereen. En een boete op samenwonen, vooral in tijden waar we echt te maken hebben met een wooncrisis, is natuurlijk onwenselijk. Dus de kostendelersnorm willen we afschaffen. Ja, dus heel duidelijk maken dat mensen die bijvoorbeeld oudere mensen die mantelzorg nodig hebben, die een kind in huis hebben, niet gekort gaan worden meer op de AOW of de eventuele uitkering die er is. Lambert, heb jij hier iets op te zeggen? Nee, de participatiewet ooit begon als een goed idee. Mensen meer laten meedoen. Maar dat is gebeurd in een achtergrond of tegen een achtergrond van een overheid die in toenemende mate haar burgers ging wantrouwen. En die combinatie is echt, dat moet veranderen. Want nogmaals, een participatiewet die opgezet is om mensen meer deel te laten maken, meer voller te zijn, betekenis aan werk te halen, is op zich kun je prima oké vinden. Maar als dat gebeurt in een klimaat waarin degene die daar gebruik van maakt of moet maken, wordt gezien als een potentiële fraudeur met die achtergrond. Want dezelfde boeteregime speelt daar een rol. Ja, dat is onmenselijk. Ja. Ik krijg wel eens mailtjes, niet alleen mailtjes, maar ook op Twitter heel vaak DM's van mensen. En die mij vertellen, ja, ik vind het heel erg, maar ik heb mijn kind buiten de deur moeten zetten. Wat is dat nou voor samenleving? Ja. Wat is dat nou voor samenleving? Het is keihard gewoon. Keihard. Ja. Goed. Niet alleen dat. Als je er naar kijkt, is het ook zo op de lange termijn, kost het alleen maar meer geld. Tuurlijk. Want we hebben een begrip zorgmeiden, zwerfjongeren, allemaal dit zijn uitwassingen hiervan. Ja. En ook als je erover nadenkt, al die controle die erop wordt gedaan, wordt er eigenlijk meer geld uitgegeven daaraan dan aan de uitkeringen zelf. Hele goede instelling. Het is gewoon onpraktisch en wederom weer korte termijn denken, wat jullie beide hebben genoemd eigenlijk. Ja, het is een korte termijn denken. En daarbovenop is het ook natuurlijk, kijk, de VVD, vooral Mark Rutte, hij zei altijd, ja, visie, dat doen we niet aan. Maar eigenlijk hebben zij natuurlijk de afgelopen jaren wel degelijk een visie gehad, namelijk een cultuurverandering in het denken. Alles is gebaseerd op individueel succes. Dus als jij een baan hebt, een woning hebt, en een inkomen hebt, dan ben jij succesvol. Vraag jij een bijstandsuitkering aan, heb jij even pech gehad, ja, dan ligt het echt aan jou. Maar dan gaan we je extra in de gaten houden. En dan doen we alles om ervoor te zorgen, onder het mom van dat jij weer mee gaat doen in de samenleving. Maar eigenlijk is dat ook gewoon, waar ik het net ook over had, meer controle, efficiëntie, kostenbesparing, waardoor je dus die menselijke waardigheid gewoon heel makkelijk aan de kant zet, ook als overheid. En ook die cultuurverandering, los van regels aanpassen, cultuurverandering moet ook plaatsvinden in Nederland. Want we hebben natuurlijk die verhoren over het fraudebeleid van de overheid. Dat is natuurlijk niet van de een op de andere dag ontstaan. Maar je ziet ook dat er echt een soort cultuur is, wat ook inmiddels is doorgecijpeld, ook naar de gemeente. Dus het kost ook tijd om die cultuurverandering ook wel weer teweeg te brengen. Want we moeten wel weer een land zijn die het idee van solidariteit weer terug gaat krijgen. En elkaar kunnen vertrouwen. En dat het heel erg belangrijk is dat
het niet alleen met jou goed gaat, maar ook de persoon naast jou, dat het ook met hem of haar heel goed moet gaan. En dan gaat het uiteindelijk met ons allemaal heel goed. Dus je solidariteit gedachte moet weer terug geïntroduceerd worden. Is waar. Nanji, de VVD, was dat niet de partij die het meeste leden hadden die fraudeerde? Dat is correct, inderdaad. We gaan niet gemeen worden, hè? Tuurlijk wel. Oh, okay. Je moet het al stemmen binnenhalen. Gemeen zijn gewoon feit. Nee, maar okay. Dit is een feit. Dit is dus niet. Dus als jij een hartregime zet op mensen die niet weerbaar zijn, dan mag je dat ook wel doen op jouw Kamerleden bijvoorbeeld, die heel goed weerbaar zijn. Mijn idee. Bart Julian Feikes, die gaat een hele andere kant op. Hoe kijken jullie aan tegen de oorlog in Oekraïne? Doet Nederland genoeg of te weinig in de steun militair of humanitair? Lammert. Nou, het is duidelijk dat het een Russische agressieoorlog is. En bij ons in de partij zijn er heel veel discussies daarover. Terecht, want wij zijn niet voor ongeclausuleerde, ongebreidelde steun in de vorm van oorlogsmateriaal. Dus dat is bij ons in de partij echt wel een wezenlijke discussie. Waar wij ook mee worstelen. En waar je toch op een dat je moet oppassen dat je op een glijdende schaal terechtkomt. Van we beginnen met het ene, maar we eindigen uiteindelijk met dat we zelf gaan vechten. Dus dat vinden wij heel lastig, maar het is duidelijk wie hier de agressor is. Daar is geen misverstand over. En dat we ook een plicht hebben om een zelfstandig land wat aan de grenzen van Europa zit, maar eigenlijk in het continent Europa zit, daarin wel bij te staan. Maar wij vinden dat een heel interne, een hele, nou daar voeren we een hele genuanceerde of moeilijke, ingewikkelde, geef het maar een naam, voortdurende discussie over wat die hulp dan moet zijn. Ik denk dat de oorlog in Oekraïne ons heeft laten zien dat de veiligheid op ons continent allesbehalve vanzelfsprekend is. Ik denk dat het ook heeft laten zien dat we eigenlijk niet naïef moeten zijn. En dat we misschien ook naïef zijn geweest. Wat betreft onze relatie met een Rusland. Wat toch echt wel als een autocratisch regime is. En we hebben er misschien te lang als een soort economisch project naar gekeken. Van nou ja, dan gaan we als Nederland economisch op vooruit. Het is essentieel dat we, althans vanuit GroenLinks PvdA, dat we eigenlijk Oekraïne op iedere mogelijke manier blijven steunen. Dus in tegenstelling tot Partij voor de Dieren zijn wij wel van mening dat we Oekraïne moeten blijven steunen. Ook met wapens, met financiële steun en humanitaire steun. We vangen ook heel veel Oekraïnse vluchtelingen ook op in Nederland. En dat we ze ook verder helpen bij de wederopbouw. Dus concreet is het antwoord op de vraag ja, we moeten Oekraïne blijven steunen. En het beschermen van de grenzen, vrijheid en democratie, dat kan Oekraïne niet alleen. En daar moeten wij ook ons als Nederland ook naast Oekraïne staan. Net als alle andere Europese landen. Je noemt net vluchtelingen, dan vraag ik me af, wat is er anders aan Oekraïense vluchtelingen of aan Syrische vluchtelingen? Waarom stelt de regering van Nederland zich heel makkelijk op tegenover een dictator als Sadat en steunt dan niet de mensen die daar vechten tegen Sadat? Lammert, je kijkt me aan of je het in Rusland hoort donderen. Nee, ik wil even zeggen dat op het gebied van de economische hulpopvang
diplomatieke hulp zitten we er echt hetzelfde in als de meeste andere partijen, dus ook PvdA. Het is waar die militaire hulp en wapens die andere mensen doden. Daar hebben we veel moeite mee. Die anderen, daar hebben we geen... Omdat ik net hoorde in tegenstelling tot... Ik denk, dat oh, excuus. Even, sorry, nee, nee, maar, dat moet ik even vertellen. Nee, wapens in tegenstelling tot de partij. Ja, wapens ja, alleen, inderdaad. Ja. Met die wapens, daar zitten wij... hebben we discussies over. En uiteindelijk hebben we wel die training van die piloten voor de F-16's gesteund. En waarom we de andere... Je vraagt eigenlijk waarom we de anderen anders behandelen. Ja. Ja, die lijken minder op ons. Dat zijn andere mensen. Ja, andere dus die staan groot. Verder af. Dat is verder weg. En niet ons probleem. En et cetera, et cetera. En met name het zijn anderen die niet op ons lijken. Daar gaat het, de essentie. Want het is heel erg schrijnend. Ja? Nee, maar dat klopt ook wel. Want ik heb heel veel met Rena Netjes. Ik weet niet of jullie die kennen. Die zit daar. En ja. Die maakt daar reportages. Oh, ja. En als je dan ziet hoe ongelijk het is dat er Syrische vluchtelingen zijn die ja, vluchten over Bulgarije en zo. En dan door Nederland niet opgevangen worden. En dan kom je wel weer met, ja, maar we hebben een bepaald quotum of opvangen in de regio. Maar dan gebeurt dat niet met Oekraïense mensen, maar wel met mensen uit Syrië, bijvoorbeeld. Nou... Kijk, ik denk dat het verschil zit met Oekraïne is dat wij zijn nu, zeg maar, de regio. Dus dat is, dat is gewoon een feit. Ja, dus dan ben jij in de regio en dan wordt er natuurlijk ook van je verwacht dat je dus datgene gaat doen wat ook van je verwacht wordt. Kijk, als het gaat om Syriërs of andere vluchtelingen. Ik denk dat wij in Nederland... kijk, migratie, dat is een onderdeel... Dat is altijd onderdeel geweest van Nederland. Dat was vroeger zo, dat is nu zo en dat zal in de toekomst ook zo zijn. De vraag uiteindelijk hoe je met migratie omgaat... zal ook bepalend zijn van wat voor een samenleving wil je nou zijn... als het gaat om die Syrische vluchtelingen, het is essentieel, ontzettend belangrijk dat de mensen die hier dan een status hebben gekregen, ook zo snel mogelijk mee kunnen doen in de samenleving. En wat je nu ziet, is dat die hele keten zit eigenlijk gewoon op slot. Mensen moeten een woning toegewezen krijgen, zodat ze met hun inburgering kunnen starten, kunnen werken, participeren. Er zijn ook heel veel mensen die natuurlijk ook gewoon van toegevoegde waarde kunnen zijn hier in Nederland op de arbeidsmarkt waar we nu al tekorten in hebben. Zolang je steeds die vluchteling, degene die uit Syrië komt en dergelijke, als steeds probleem definieert en als de ander, alsof ze uit Mars komen, zo positioneert... dat is natuurlijk ook niet wenselijk. Maar ik ben ook geen voorstander om die tegenstelling te creëren van nou, de Oekraïners wel en de Syriërs niet. De positie is daarin iets anders, omdat je dus nu de regio bent. Maar daarnaast vind ik eigenlijk dat we gewoon voorbereid moeten zijn op migratie in Nederland. Het is gewoon een illusie om te denken... dat er nooit meer, of dat je mensen niet meer hoeft toe te laten naar Nederland. Dus je kan beter een systeem oprichten waarbij mensen die de status ook krijgen... ook daadwerkelijk kunnen meedoen en inburgeren en participeren. Ja, en Nederland is zo mooi en met zoveel verschillende mensen. Liefhebber van Pink Floyd. Wat vinden zij van de vrijheidsstrijd? Daar komt hij aan, het kon niet anders, hè? Tegen de Israëlische bezetter heeft het Westen niet te lang bij de oorlogsmisdaden van Israël weggekeken. Ik begin nu bij Elam. Ja, dit is een hele moeilijke. Dit is gewoon zo'n moeilijk onderwerp, daar kan je nooit één goed antwoord op geven. En juist vandaag vind ik het ook wel... Misschien extra moeilijk, omdat ik heb die beelden ook gezien. En je ziet echt wel dat onschuldige burgers uiteindelijk altijd de dupe zijn
Van wat een staat of een regering doet. Of het nou de Israëlische kant is of de Palestijnse kant, vind ik eigenlijk minder relevant. En ja, die beelden die ik vandaag heb gezien, en toen zag ik op social media dat mensen dat op een gegeven moment weer gaan relativeren op basis van hun politieke opvatting over de staat Israël. Ja, daar ben ik eigenlijk ook wel een beetje van geschrokken. Ik vind die menselijkheid is wel belangrijk. Kijk, het enige antwoord dat ik hierop kan geven is dat in het hele Israëlisch-Palestijns conflict streven we eigenlijk naar naar zo'n rechtvaardige twee-staten-oplossing. Dat is wat GroenLinks-PvdA ook heeft opgenomen in de verkiezingsprogramma. Ja, inderdaad, twee-staten-oplossing. Maar je hebt te maken met volstrekt getraumatiseerde landen en leiders. En je moet een beetje alles van jezelf verloochenen voordat je, 2000 raketten op een andere staat gaat. Dus dat is zo'n teken van wanhoop en mix van wanhoop, agressie, trauma. En die twee staten oplossing, dat is toch echt wat er gekomen moet. Dus beide partijen zullen echt enorme stappen moeten maken. Maar ik ben het helemaal eens met de ene. Ik weet niet of wij hier nou allemaal op de zaterdagavond wijsheden moeten debiteren. Het is een verschrikkelijke situatie. Ik denk dat het een veel te moeilijk dossier is, zoals Elem al zegt, om daar... Kijk, we hebben allemaal wel onze ideeën daarover, maar in hoeverre... Ik ben opgegroeid met Israël goed, Palestijn fout, Israël moet winnen, want noem maar op. 1970 is altijd aangevallen, dus dan heb je... En dan heeft heel Nederland vanuit de jaren 70 zo'n beetje zo'n beeld van de kleine verdrukte... staat die met mensen die van een ander land ze wel uitroeien in de Tweede Wereldoorlog. Dus hup Israël. Dat is eigenlijk de mentaliteit waar ik in ieder geval mee ben opgegroeid. En dat is al lang niet meer aan de orde natuurlijk. Dat is gewoon een supermacht die heel veel macht heeft. Dus ook heel veel verantwoordelijkheid heeft eigenlijk. En die verantwoordelijkheid niet altijd nakomt. Die verantwoordelijkheid niet nakomt. Maar We gaan door met het volgende onderwerp. Dankjewel. En sorry voor de onderbreking. Nee, geeft niet. Rosa Luxemburg, die vraagt, ik denk vooral aan ELM, hoe sta jij er tegenover dat de PvdA heeft meegedaan met Rutte en dat zij daardoor ook schuldig zijn aan bepaalde problemen die hierdoor ontstaan zijn? Oh, daar wil ik ook wel wat over zeggen hoor. Ja, nee. Mag ook zo, maar ELM. Want die is erbij geweest. Nou, ELM niet, maar... Ja, nee, sorry. Is het niet dat tijd je met om... die burgers die polariseren. Is het niet de tijd om in partij met de rode ideologie te worden? Nou, en Rosa heeft het dan erover of jullie erkennen dat jullie decennia lang hulden met de asociale sloop, politiek, het neoliberale beleid, daderschap, grote ongelijkheid in de maatschappij. Erkennen jullie nog de uitgangspunten van het socialisme? Erkennen jullie dat je de wet bent aan de sloop van democratie? Asociale wetten kapot gemaakt moeten worden, sloop van de verzorgingsstaat, democratie. Nou, laten we gewoon zeggen, alles wat mis is op het moment in Nederland. Dan zijn we wel een beetje de lading gedekt. Ja, ik ga hier eigenlijk gewoon heel kort op antwoorden. Ik denk dat we als Partij van de Arbeid wel die boetekleed op ons hebben genomen. Destijds. Maar het wordt ook tijd om vooruit te kijken. En dat wil ik eigenlijk liever. Want het heeft gewoon geen... Er worden zoveel onderwerpen nu aangehaald. Van wat mogelijk door... ik ben haar naam even kwijt. Rosa. Die vindt dat de PvdA het allemaal niet goed heeft gedaan. Nou ja, dus zoals ik al zei, ik wil liever naar voren kijken. Ik
denk dat wij onze eigen lessen eruit ook hebben getrokken. En dat wij nu met het verkiezingsprogramma zoals het er nu voor ligt, dat wij echt een sociaal-democratische, een groene sociaal-democratische verkiezingsprogramma hebben. En daar ben ik trots op. En ik denk dat we daarmee ook die verandering ook teweeg kunnen brengen, wat Nederland ook nodig heeft. Ik sta er ook echt achter. Nou ja, omkijken. Kijk, uiteindelijk, je moet omkijken is belangrijk om te leren. Maar dan moet je vooruitkijken. Als je de hele tijd maar blijft omkijken, ja, dan kan je niet echt vooruit gaan. Dus leren en dan weer door. En ik denk, eigenlijk zou ik alle andere partijen, dit ook gunnen wil ik niet zeggen. Maar kijk, wat de Partij van de Arbeid wel ook wel weer uniek maakt, en daar ben ik zelf ook wel trots op, is dat op het moment dat de Partij van de Arbeid iets in het verleden niet goed heeft gedaan, de Partij van de Arbeid ook de eerste partij is die intern ook dat gesprek en de discussie aangaat om het vervolgens weer recht te zetten. Dus we zijn zelf ook kritisch onderling. We hebben ook kritische leden. We kijken om, we leren. Maar het is ook belangrijk om vooruit te kijken. En verder te kijken, ja. Nee, ik denk dat het heel verstandig is wat hier gezegd is. Het gaat vooral wat leren van. Hè? De geschiedenis herhaalt zich de eerste keer. Wat is het weer? De geschiedenis herhaalt zich de eerste keer als als komedie en de tweede keer als tragedie. Dus het is heel goed om te leren, lessen te pakken. Ik denk dat de PvdA vaak genoeg heeft laten zien dat ze dat kan. En uiteindelijk moet je vooruit. Dus ja. Oké, op weg met de schone lei. Ja, nee, maar ik kan. Nou, schone lei niet, want dat kan helemaal niet. Schone leien bestaan helemaal niet, dat is een mythe. Maar gewoon met de littekens. En de pijn misschien. Maar vooral ook de verantwoordelijkheid en het besef van die geschiedenis vooruit gaan. En ik denk dat het ook goed is om te benoemen dat we echt nu met zo'n samengestelde lijst ook echt heel veel ook nieuwe mensen, nieuwe energie. We zitten echt een andere tijd. Ook. Mag ik één lans breken? Ja. Ik vind het echt verdomd jammer dat Henk Nijboer er niet. Toch niet genoeg thuis voelen. Dat vind ik zo'n superkamerlid van de PvdA. Ja, klopt. Echt zo'n iemand die een hart en nieren door heeft wat ongelijkheid doet. Wat onrechtvaardigheid doet. En dat spijt me heel erg. Dat in ieder geval hij de conclusie getrokken heeft dat hij zich daar niet. Ik had er echt heel, heel graag bij gehad. Heel fijne. Veel van geleerd van hem. Jazeker. Het is een ontzettend goed kamerlid. Geweest, maar ook echt zo'n dossiervreter. Ja. Warm mens. Warm mens ook inderdaad. Maar ik vond het ook wel heel eerlijk en heel netjes van hem hoe hij dat heeft gedaan. Ja, absoluut. Laten we hopen dat hij de hersteloperatie in Groningen mag gaan leiden of zo. Ja, zoiets. Ja. Dat lijkt me echt bij uitstek iets wat hij komt daar vandaan. Hij kent. En met die sociaal-democratische achtergrond van hen, insteek van hen. Ja, dat gun ik hem van harte, laat ik het zo zeggen. Ja, ik ook. Ja, goed. Okay. Als laatste wil ik nog toevoegen. Ja. Ik heb de verandering gezien, want ik ben niet meer geblokt op de PvdA Facebookpage. Dus je hebt inderdaad nieuwe mensen. Wat had je uitgehaald? Kan weer zo gebeuren, hè? Pas op. Ik kan het vertellen wat ik had gedaan. Destijds was die strijd van of het Lodewijk Asscher werd en over andere mensen. En mijn voorkeur had Gerard Bosman. En toen de tijd heb ik gezegd van ja, PvdA kies uiteindelijk voor Hillary Clinton en niet voor Bernie Sanders. En toen kon ik niet meer reageren. Oh jeetje. En ben je bij ons ook geblokt of niet? Of heb je bij ons nog niks uitgehaald? Nee. Ik heb nog geen beef met Partij van de Bieren. Nou, met nadruk op beef, hè? Kan dat komen, ja, precies. Ja. Nou, bij deze geblokt. Nee, maar ik zat erop te wachten. Even resumeren, dus niet met de schone lei omdat het onmogelijk is, maar wel met nieuwe mensen die wel een schone lei hebben. Ja, maar ook
misschien ja, komt het ook wel zo over, maar ik ben wel echt heel erg enthousiast. Omdat een partij als GroenLinks en de Partij van de Arbeid hebben gezegd, oké, handen ineen slaan en we gaan nu ons echt inzetten, samen, schouder aan schouder, om dat wat de afgelopen jaren allemaal is gebeurd, om dat nu recht te zetten. Dus daar ben ik ontzettend trots op. En er zit ook echt een hele positieve vibe, nieuwe mensen. En we hebben echt een heel goed verkiezingsprogramma, waarbij zowel de sociaal-democratische punten heel duidelijk naar voren komen, maar ook de groene punten ook heel nadrukkelijk worden benoemd. En we hebben eigenlijk de twee werelden samengevoegd. Dus dat, prima. En dan hoop ik dat een goede vriendin van mij ook weer in de Kamer zal komen. Ina Brouwer. Maar dan moeten we maar even afwachten. Oh, verrek. Ja. Nee, dankjewel. Ja. Is lang geworden. Nee. Die had zich inderdaad weer een kandidaat gesteld, toch? Zoiets. Ze ging in ieder geval praten om te kijken wat er mogelijk was. Maar op de lijst of... Nee, toch? Ja, ik geloof dat ze op de lijst voor de Tweede Kamer wil. Voor de combinatie. PvdA GroenLinks, staat ze op de lijst daar? Wil ze. Nee, maar die lijst is al lang bekend. Die lijst is al samengesteld, hè? Die is al samengesteld. Maar staat ze daarop? Dat weet ik niet. Dat heb ik niet meer gevolgd. Dan moet ik zeggen, dat ik ook niet iedereen uit mijn hoofd. Nee, hier heb ik 100 kandidaten. Zo. Best wel kandidaten, ja. Nou ja, het zou leuk zijn omdat zij eigenlijk vanaf het begin bij GroenLinks geweest is. Zeker. Als CPN'er. Dus ja, dat zou dan wel weer leuk zijn. Ja. Goed, ik heb nog een paar vragen, als dat mag. Zeker. Dan komen we bij de dame met de rode hoed, die de president van Griekenland heeft laten schudden in kwaadheid. Ingeborg Beugel. Partij voor de Dieren. Waar niet veel meer uitgesproken over vluchtelingen. Eerlijke verdeling over de hele EU. In plaats van onmenselijk in Griekse gruwelkampen. Tegen Griekse pushbacks en horinkampen. Recht op werk. Zo niet, dan stem ik niet op Partij voor de Dieren. Wel tegen dierenleed. Maar niet tegen vluchtelingenleed. Nou, Lammer. Ja, het spijt me dat we daar niet beter in slagen dan om die boodschap over hoe wij tegen het vluchtelingenprobleem aankijken, dat beter voor het voetlicht krijgen. Wij zijn bij uitstek de partij die die grondoorzaken van waarom gaan mensen vluchten. Het moet wel heel erg zijn in een land, wil je besluiten weg te gaan. En dan zijn het vaak ook nog eens de meest creatieve en ondernemende mensen. Dus het is voor het land zelf ook een drama. En je ziet vaak de problemen in zo'n land ontstaan door de manier waarop wij hier leven. We hebben een economie gebaseerd op uitbuiting en uitputting. In een soort verborgen liberalisme, neocoloniale bezetting van die landen waar veel mensen uit vluchten. En juist die grondoorzaken zetten wij enorm op de kaart. Dat is één. Twee is, mensen met die vluchten hebben wij een morele plicht om op te vangen. Daar doen wij verder. Volgens mij zijn we daar heel vocaal in. Ook over dat je dat mensen in Nederland niet moet opvangen en dan in hele grote centra neerzetten. Maar echt in aantallen die de lokale gemeenschappen allemaal goed kunnen opvangen. Kleinschalig, waar nieuwkomers een verrijking, ook als een verrijking kunnen worden gezien die ze zijn. Waar ze meteen, en daar deden we met de Partij van de Arbeid en GroenLinks, waar ze eigenlijk zo snel mogelijk mee mogen en moeten en kunnen doen. Maar als ze terug willen of kunnen, dat ook gefaciliteerd moet worden. Dus het spijt me naar deze mevrouw met de rode hoed heel erg dat we dat niet beter voor haar uitleggen. Nou, daar kom ik even op terug. Want dan moeten we nog beter ons best doen, denk ik. Ines Kostic, zeg ik het goed? Ines Kostic is onze nummer 2, zelf afkomstig van ouders die gevlucht zijn. Die heeft dus op Twitter heeft zij hierop geantwoord. En zij heeft ook het partijprogramma van de Partij voor de Dieren hierin op Twitter gezet. En dan kon iedereen nalezen waar jouw standpunt is in deze. Nou, daar ben ik Ines zeer dankbaar voor. En misschien kan ik nog een keer in contact treden met de mevrouw met de rode hoed.
Oh, dat kan makkelijk hoor. Als je wilt, dan breng je zo met haar. Het is een internationaal formaat journaliste. Ze schrijft in De Groene. Ah ja, oké. Okay. En Elam die schudt heel van ja. Nou ja, een van de... Je noemt nu De Groene. Geweest, toch? In Brazilië, volgens mij ergens in Zuid-Amerika. Ze zit in Griekenland. Ja, nu, maar daarvoor... Nee, nou, dacht ik niet. Dat weet ik ook niet meer precies. Nee, maar als je nu kijkt naar de Groene. En binnenkort komt daar een vrij groot verhaal over het begrip ecocide. Ja. Hoe echt, zeg maar, ook de Nederlandse economie verantwoordelijk is voor ecocide in allerlei gebieden waar ook de vluchtelingen vandaan komen. En dat juist het strafbaar stellen, dus het op persoonlijke titel strafbaar stellen van de misdrijf van ecocide, de Partij voor Dieren een wetsvoorstel in voorbereiding heeft, wat binnenkort naar de Raad van State gaat. Als je ziet de afdruk, zeker in de financiële wereld, die Nederland heeft op kwetsbare economieën, bijvoorbeeld door middel van een exportkredietverzekeringen heten. Het voert misschien nu een beetje te ver om dat uit te leggen wat het allemaal is, maar in ieder geval waar het om gaat is dat Nederland een actieve rol speelt in het mede mogelijk maken van het vernietigen van ecosystemen in Afrika. Dan moet er een haven worden aangelegd in Mozambique en dan worden hele volkeren verplaatst of een ecosysteem aangetast. En er is geen verzekeringsmaatschappij die activiteiten wil verzekeren, want dat land is veel te instabiel. En dan heeft Nederland, het grote Nederland, de Nederlandse staat, verzekert dan zo'n risico. En dat heet de exportkredietverzekering. Dat zijn gewoon weapons of mass destruction. Waardoor die vluchtelingensteun maar gefaciliteerd blijft worden. En dat moet stoppen. En de verantwoordelijke, wij zijn een van de weinige landen die een strafbaarstelling voor de hoogst verantwoordelijke daarvoor doet. En die gaan de bak in. Maar dat kan niet. Nou ja, het erg is dat er... Het is allemaal met elkaar verweven. Nou ja. En een heleboel mensen die gaan niet vrijwillig vluchten. Ze worden gewoon verdreven van natuurlijk. Die gebieden. Ja, natuurlijk. Ja. En met Nederlands belastinggeld. Maar dit moet heel duidelijk naar buiten komen. Het probleem is, vandaag ben ik gestopt, ontiegelijk veel discussies gehad waarom er vluchtelingen zijn. En kijk maar naar lithium. Hoe heet het ook weer? Voor de batterijen. Ja, lithium. Ja. En mensen, ja, dat. En mensen die krijgen hele rare informatie over vluchtelingen. Maar er wordt niet verteld dat wij vernietigen wat die mensen daar hebben. Enkel maar voor ons geldwinning. En dat vind ik toch wel heel erg. En dat zou fijn zijn als jullie daar als politieke partijen echt heel erg over uitspreken. Nou, wij maken de wetten voor om degene die dat veroorzaken de bak in te gooien. Heel tof. Elam. Ja, ik moet eerlijk zeggen dat dat hele systeem over ecocide en dergelijke... Ja, daar heeft Lambert natuurlijk zich veel meer in verdiept. Dus ik ga me er niet aan wagen. Dan überhaupt nog iets over. Je moet gewoon meedoen. Ja, dan komt het goed. Nou hoor. Nou, maar we zijn op heel veel punten rondom klimaat. Denk ik ook niet heel erg anders. Dus dat is... Nee, maar ik vind het fijn dat Lambert dit even zegt. En ik hoop ook dat mensen hiernaar luisteren. Dat vluchteling zijn vaak betekent dat je verdreven bent van af jouw geboortegrond. Omdat er een grote mijncompagnie helpt. Even mijn bedrijf is... Misschien volgen jullie de discussie in West-Papua? Nee. Ik zit een mountaintop removal. Is daar ook aan de hand? Absoluut. Ja. Nou ja. Eén ding wat ik sowieso, ik ben tussen nu en 5 jaar wil ik emigreren uit Nederland. Maar ik zat met iemand erover te spreken. En die zegt zo van ja, ik kan dat niet doen, want dan het onderwijs vind ik daar niet voor mijn kind. Ik zeg zo van ja, maar je kunt de internationale school. En die zegt ja, maar dat is zo elitair. Ik zeg zo, maar wees eens eerlijk, we zijn elitair. We zitten eigenlijk in een land waar je eigenlijk niet hoeft te vluchten om wie je bent, om je politieke overtuiging, of omdat je huis gebombardeerd is. Je gaat eigenlijk weg omdat je eigenlijk weg wil. Het is een keuze die je persoonlijk maakt. En dat kun je eigenlijk ook niet vergelijken met iemand die moet vluchten voor dergelijke grote problemen in het land. Dus toen zei ik, ja, we zijn ook elitair. Dat is eigenlijk gewoon de echte waarheid. En als jij wil emigreren en dat niet inziet, dan ga je een beetje een probleem tegenkomen. Ja, het is net zoals ik vertrek. Het is leuk, men gaat naar het buitenland wat opbouwen.
Maar je zal wel moeten gaan met enkeltje paspoort en een mobieltje. En dan zegt ze ook nog, ja, uit een mobieltje, ja. Nou, ik heb nog een vraag. We doen nog even één vraag, kan het nog? Ja hoor. Ja. Oké, dat is van Joost Vondel. Vind ik wel een heel mooie. Ja. Wanneer komt er nu eindelijk eens een stikstofquotum per hectare? Want de natuur sterft. Lammert bij uitstek. Nee, dat snap ik, maar dat ligt te veel voor de hand. En dat vind ik, zo net heb ik een heel podium gekregen. Daarna gaan we naar Elen. Oh, oké. Okay. Ga jij maar eerst. Nou, ik weet niet over dat stikstofquotum, maar volgens mij zijn we het met z'n allen met elkaar eens dat natuurherstel en aanpak van stikstof, dat gewoon de komende periode ook gewoon de prioriteit moet krijgen. We hebben gezegd, we houden vast aan het doel om de stikstofuitstoot in 2030 te halveren. En dat we natuurherstel willen buiten de beschermde natuurgebieden. Maar ook dat we gerichte uitkoop ook van om de natuur te laten herstellen. En de grote vervuilers aan te pakken. Dus dat zijn wel de dingen die we de komende periode ook echt willen doen. En ik denk dat we de afgelopen periode het kabinet vooral pleistertjes heeft geplakt. En niet daadwerkelijk keuzes heeft gemaakt. En ik denk dat dat nu wel anders moet. Dus los van de stikstofquotum. Ik denk dat we zowel Partij voor Dieren, maar dat geldt ook voor GroenLinks, Partij van de Arbeid. Dat we in ieder geval dat onderdeel en dat onderwerp ook nu serieus moeten gaan oppakken. Ja, nee, Nederland heeft zeker de achtervolgende laatste 4, 5, 6, 7, 8, 9 kabinetten. Hebben zich echt laten gijzelen door economische belangen, waaronder de boerenbelangen. En we zien nu dat we aan het einde van zo'n beetje de draagkracht van de natuur zitten. 85% van de biodiversiteit is al verdwenen. Dus die quota die zijn keihard nodig. En het wordt natuurlijk alleen maar spannender als je ziet, als je kijkt naar de partijen die dan nu opkomen. BBB die zegt ja, stikstof, ja, weet je. Of partijen die zeggen ja, brandnetel is ook groen. Dat is heel bedenkelijk. Dus dat is een keiharde strijd die nodig is. En nogmaals, de grote verdeling gaat komen van economische sectoren die waar we echt van af moeten. Die echt al 50 jaar de kans hebben gehad, hè, vanaf de Club van Rome, om te vergroenen. Denk aan Shell, denk aan Tata. Allemaal niet gedaan, allemaal de kans gemist. Daar is eigenlijk geen plek meer voor. Die hebben hun license to operate verloren. En wat daarbij erg is, en misschien dat wil ik ook even voor het voetlicht brengen. Doordat we die met al die kabinetten die we gehad hebben, die grote molochen, die vermorzelaars van de natuur, van belangen, van ongelijkheid, of van gelijkheid moet ik zeggen, in stand houden, zorgt er ook voor dat die kwetsbare, innovatieve bedrijven die wel binnen de grenzen van de samenleving zitten, die van de planeet willen, die wel voor een eerlijk loon zijn, die zijn allemaal eigenlijk onderdrukt daardoor. Dus we staan voor een fenomenale opgave om eigenlijk de samenleving te verdelen in welke bedrijven, welke economische sectoren moeten we afbouwen en welke moeten we gaan opbouwen. En 85%, even voor het getal, ik weet niet of het precies zo is, maar van onze economische bedrijven, onze financiering, onze wetgeving, onze sociale mores is gebaseerd op business as usual in stand houden of te verdedigen. En maar 15% gaat om dat nieuwe. En dat is niet meer haalbaar. Dus we staan aan het begin, en daar ben ik helemaal eens met Elem, we staan aan het begin van die transitie. En dat begint met te erkennen dat we van 85%... van ons economisch systeem gewoon af moeten. En zo hard mogelijk. Geen ruimte meer voor Tata. Geen ruimte meer voor Shell. Hebben hun kans gehad. Wegwezen. Dan wil ik daar nog even aan toevoegen. Megastallen van megaboeren. Het land uit. En de kleine boer die op zijn akkertje bezig is. En die goed bezig is. Geeft die de ruimte. Absoluut. Ja. Nou ja, er moet gewoon een einde komen aan die bio-industrie natuurlijk. Mm-hmm. En al die stallen die moeten voldoen aan de hoogste normen voor dierenwelzijn en
volksgezondheid. Dus het mooie daarvan is, het is ons gelukt samen met steun van jullie de wet dieren te amenderen. Waarbij het uitgangspunt is dat dieren hun natuurlijk gedrag moeten kunnen uitoefenen. Het is aangenomen de Eerste en de Tweede Kamer. En dat betekent eigenlijk per definitie een einde aan de bio-industrie. Want er is op geen enkele manier waarop een dier in de bio-industrie zichzelf kan zijn, om het zo maar te noemen. En het enige waar de minister van Landbouw nu mee bezig is, om die wet weer terug te veranderen, dat maar vooral dieren niet hun natuurlijke zelf kunnen zijn. Ja, dat is een grof schandaal. Ik wil daar nog even aanvullend ook. We hebben het zo af en toe wel eens gehad over de cultuurverandering en hoe je naar onderwerpen of vraagstukken kijkt. Ook voor economie geldt nog steeds. En volgens mij zei Lambert dat zojuist ook. Het is een soort beperkte blik eigenlijk op economie. Dus alles wordt gekeken naar de economische waarde van iets. Maar we vergeten om ook te kijken naar de maatschappelijke waarde uiteindelijk van een bedrijf. En we vinden dat ook bedrijven die in Nederland ook gebruik maken van onze infrastructuur, et cetera, dat zij ook een bepaalde maatschappelijke waarde hebben. Dat we dat niet moeten beperken tot alleen maar economie. Of anders gezegd, ja, economie, je kan pas spreken over een economische waarde als ook alle andere elementen zijn meegenomen. Dus hoe zit het met de arbeidsvoorwaarden? Wat voor schade of geen schade levert het aan de natuur, milieu, welzijn? Dat zijn allemaal elementen die je eigenlijk in de nieuwe economie zou moeten meewegen om daadwerkelijk te spreken van een economische waarde. Dat zijn andere elementen die je ook moet meewegen. Ik hoop dat we ook een beetje, dat we ook nu die kant op gaan. Want het stelsel zoals we nu hebben, is ook niet houdbaar. Ik denk, we zijn bijna aan het eind. Of we zijn eigenlijk al aan het eind. We zijn al 8 minuten over tijd. Ik heb nog één vraagje trouwens. Oh. Jij weer. Ja, ik weer. Nee, Lambert, jij hebt een aantal bedrijven genoemd inderdaad die aangepakt moeten worden. Maar ja, in deze markt waar een unique selling pitch natuurlijk prachtig is en waar je, hoe weet dat, vooral ook met greenwashing te maken kan krijgen. Is er eigenlijk een bedrijf wat jij kan benoemen wat wel goed bezig is? Of kan je dat nu niet op de spot opkomen? Ik ben er wel benieuwd naar. Nou, ik vind het goed dat je het zegt. Ik ben van plan een Partij voor de Dieren Business Club op te richten. Omdat er heel veel bedrijven zijn die bezig zijn met die kleinschalige. Laat ik het zo zeggen. Die niet uit die kleinschaligheid komen, omdat de wet en regelgeving ze gewoon tegenhouden. Een goed voorbeeld zou ik Caring Farmers willen noemen. Dat zijn een aantal boeren die zich verenigd hebben om op een natuurinclusieve manier landbouw te bedrijven, waar dieren niet voor vlees worden gehouden, maar voor wat voor rol ze spelen in het ecosysteem. Ik vond eigenlijk, dat was aan de ene kant. Aan de andere kant vond ik, help me even, het bedrijf wat de zonnewagen bouwde, wat nu failliet is, vond ik ook wel een mooi voorbeeld. Lightyear. Lightyear, van een high-tech club die bezig was met van de universiteit die op dat moment bezig mee was. En ook niet vanuit het uitgangspunt dat iedereen dus een elektrische auto moet hebben, maar meer van deelauto's en techniek. Wat ik heel ook mooi vind is de Vertical Farmers die hier in Amsterdam, het voormalig IBM gebouw, dus hydrolandbouw, echt met micro-precisie. Nou, we waren donderdag, was ik met Suzanne Kreugen van GroenLinks in Pakhuis de Zwijger bij de duurzame top 100. En als je dan ziet hoeveel initiatieven er leven, dan ben ik daar heel optimistisch over. Dus ga die top 100 maar na en je vindt heel veel voorbeelden. Maar nogmaals, 85%, 90% van onze wet en regelgeving en sociale mores gaat zitten in het business as usual. En die moeten we doorbreken. En maar 15% gaat naar die positieve energie. Maar er zijn er genoeg. Als je kijkt, joh, je wil niet weten. En ook al die bedrijven die we niet meer nodig hebben. Dus de Shells en de Tata's qua werkgelegenheid. Dat zijn vaak ook de best en de brightest die daar zitten. Die hebben allemaal hard nodig in die transitie. Ja, tuurlijk. Dus ik ben daar best wel optimistisch over. Nee. Goed,
Eigenlijk resumerend aan het eind van deze aflevering zou ik zeggen, de menselijkheid terug, het sociale systeem terug, hè, dat we met z'n allen solidariteit hebben. Goed zijn voor je omgeving, voor de natuur, voor de dieren. Nou, ik zou zeggen, beste luisteraars, er valt enorm goed te kiezen. Jullie zijn allemaal wel voor één van deze punten. En geef je stem nou eens een keertje aan deze mensen. En ga niet weer op hetzelfde stemmen, want dan krijg je weer dezelfde ellende. Dus kies voor deze partijen die wij aan jullie voorstellen, met de politici die bij ons aanwezig zijn. Geloof me, je doet er goed aan. Goed, ik wil mijn gasten Elem Kosiaklu en Lambert van Raan heel erg bedanken dat jullie er waren. Ik vond het heel leuk om jullie beiden weer terug te zien en ik hoop jullie in de toekomst weer eens te mogen uitnodigen. En als er nog iemand van jullie partij is, kom maar op. Dankjewel, ik geef het door. Ja, dankjewel. Prima, we zijn altijd bereid om een gesprek aan te gaan en vragen van luisteraars te laten beantwoorden. Ik ga nu even afsluiten. Beste luisteraars, dit was de Joint Politics. Ik hoop dat jullie het interessant gevonden hebben, dat jullie vragen goed beantwoord zijn, dat jullie wijzer zijn geworden en dat jullie ervoor gaan. Je kan mij niet teleurstellen, dat kan je niet maken. Hè? Daarvoor zit ik hier en daarvoor doe ik dit. Dus stem rood, groen. Fijne avond en tot de volgende keer.